Duits, maar daar zijn de oranje formatie Nico Rins en Ronald Florijn. Voorlopig zitten ze op brons. Ze gaan zelfs op weg naar die Russen. Ze gaan op weg naar die Russen. Het is ongelooflijk wat Rins en Florijn hier doen. En Nederland op dit moment op de tweede plaats. Met het verschil van, nou, ze gaan eens. Nederland gaat naar de eerste plaats. Nederland gaat over die Russen heen. Wat een ontzettend spannende finale. Nederland nog steeds op goud. Nederland wint goud, Jan. Nederland wint goud. Proficiat op een tweede plaats de Zwitsers. En op een derde plaats zijn het de Russen. Zonder zo'n vader zou je waarschijnlijk niet eens aan het roeien beginnen. Maar als je dan eenmaal een beetje aan het roeien bent, en dan helpt hij natuurlijk wel af en toe mee skiffen in een eenpersoonsboot. Maar het is niet dat hij er echt mee bemoeit. Je moet allemaal zelf uitzoeken eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk wel fijn ook juist. Even lang, ongeveer even sterk. Ja, nu is hij wat slapper natuurlijk. We zijn allebei denk ik vooral technisch. Je hebt in een 8 heb je verschillende mensen in de boot vaak. Heb je in het midden van het schip heb je hele sterke gasten, die zijn wat minder technisch en die moeten gewoon kracht leveren, vermogen leveren. En wij zijn allebei niet echt heel sterk, niet heel breed. Maar kunnen denk ik wel technisch goed een boot laten lopen en dat heb je ook nodig. Nou, we hebben wel ongeveer dezelfde techniek, zou ik maar zeggen. Dus niet te veel gebaseerd op power, maar meer op technische finesse, zeg maar. Dus nou ja, als ik eerlijk ben, roeit eigenlijk best wel lekker. Het is een deel van ons leven, dus geldt voor, ja, varieert mijn echtgenoten en ik, mijzelf, waar je vroeger super veel lol aan beleefd hebt. En dat gun je natuurlijk ieder ander ook, en zeker je zoons. Toen ik junior was, werd ik 8e op de wereldkampioenschappen. Dus in die zin heeft hij al een voorsprong. Maar ja, het is nog een hele grote stap naar de top, hoor, naar de Olympische top. Daar moet je nog wel aardig wat stappen zetten. Maar goed, het is al mooi dat je het probeert. Ik blijf gewoon doorgroeien en steeds beter worden en dan zie ik wel waar we komen. Uiteindelijk Olympische Spelen, dat lijkt me fantastisch, maar als doel heb ik dat niet echt per se. Ik leef meer voor volgend jaar om naar het onder 23 WK te gaan eigenlijk.